Welkom bij een nieuw item van WTF TV. Vandaag staan we hier weg te waaien tussen de gebouwen van het WTC vanwege de opening van deze tuin. U zult ook vast net zoals ik denken toen ik hier aankwam. Waar is deze tuin in hemelsnaam voor bedoeld? Nou, daar gaan jullie vandaag eens achter komen. Kom maar lekker mee. Ladies and gentlemen, thank you very much. And thank you very much for having me on this very special roof. And since the organization specifically asked me to speak Dutch, because they want to have at least one Dutch speaker, which is me, I will continue in Dutch, I'll be ending in English. Dames en heren, het is met buitengewoon veel genoegen dat ik hier sta. Als je kijkt naar waar de steden langzamerhand voor wat voor soort van uitdagingen die staan, dan is één dat als je van een grotere hoogte kijkt, dan is iedere bebouwde omgeving, die is knalrood op de plaatjes. De hitte van de stad kan namelijk bijna nergens naartoe. En daarom ben ik zo intens blij met initiatieven zoals deze. Want dit water, deze manier van bouwen, maken dat de hittestress minder wordt in de stad. En dat is iets waar we met z'n allen naartoe moeten. Als je kijkt naar de klimaatverandering, dan zie je ook dat het zomers warmer worden. Voor sommigen is dat heel erg fijn, want het leven ligt op het strand. Maar er zitten ook een aantal belangrijke Nou, dit was de opening van de binnentuinen van het WTC. Ik weet eigenlijk nog steeds niet waar het in godsnaam mee te maken heeft. Iets met rioolzuivering, besparing van Den Haag. Ik weet het niet, warmte, ik weet het niet. Het ziet er eigenlijk ook helemaal niet uit. Een paar vlondertjes en een beetje water. Maar ik heb het niet hoeven te betalen. Het was gezellig, er is wat eten, er is wat te drinken. Ik vind het helemaal super. Ik zeg, houdoe, deel en like de video en tot de volgende keer.